Oké, ik ga een poging doen om de boel nog een beetje geïnspireerd en energiek zeg maar de zaal te doen verlaten. Hier staat een discipel. Ik werk bij ICTU, Steven Gort is zijn naam. Datafluisteraar op Twitter en verder ben ik niet vindbaar op een platform. En ICTU is een stichting binnen de overheid die heel onvriendelijk geformuleerd een opdrachtgestuurde projectorganisatie is die probleempjes systeempje op elkaar klust. Nou, die betaalt mijn salaris en daarmee heb ik ook ongeveer mijn relatie wel gehad. Wat wij beogen vanuit dat huis is eigenlijk een nieuwe concept neer te zetten over hoe ga je nou om met publieke dienstverlening. En we hebben dat disciple gedoopt. Vandaag wil ik jullie daarin deelgenoot maken. En alles wat je vandaag hebt gehoord en alles wat je vandaag ook niet hebt gehoord en alles waarvan we niet weten dat het gebeurt, daarvan proberen wij als een soort visser alles bij elkaar te verzamelen en te kijken hoe we dat op basis van de juiste criteria, op de juiste logica in een concept bij elkaar kunnen krijgen, zodat we vooral die kruisbestuiving onderling krijgen. En ik wil jullie deelgenoot maken van hoe dat dan gaat. Wij hebben vorig najaar een paper geschreven met een beetje verkenning over de techniek. Dat is ongeveer, mijn animatie er ook aan. Nee, maakt niet uit. Deze is vanochtend gebeurd. Hè? Vanochtend heeft Rutger volgens mij daar wat over verteld. Nou, wij zijn samen met RVG. RVG is een collega vanuit het BZK-huis. Die gaat over de verstrekking van identiteitsgegevens. Die hebben een identiteitstrack gesponsord in de Dutch Chain Hackathon. En wij als ICTU hebben een Reinvent the Government track gesponsord. Ik ben 10 jaar bij de Belastingdienst heb ik gewerkt. Een van mijn motivaties om bij ICTU in dienst te gaan is een directieteam die bereid was om de portemonnee te trekken voor een hackathon. Want dit is voor mij een volstrekte overtuiging dat elke gedwongen ICT-winkelnering bij willekeurig welke overheidsorganisatie voorbij, obsolet en achterhaald is. Dus kennis en kunde komt uit de markt, komt uit het publieke domein en we gaan niet met rare aanbestedingscontracten dat zitten bevragen. Vanuit die gedachte zijn we in die hackathon gestart. En we hebben dat discipelconcept gedoopt in een soort snelkookpan. Want het ontstond in het hoofd. De hackathon ontstond daar, was daar, de sponsoring kwam. En opeens moesten we teams van de kant trekken. Nou, we hebben een soort armzalige readme geproduceerd. En daarmee in een hackathon de teams weggezet. Inmiddels hebben we een website onderweg. Maar dit is niet zo'n fancy website zoals je dat van de willekeurige start-ups nu voorbij ziet komen. Dit is een website waarin we geprobeerd hebben de boel neer te zetten. We gaan die projectportfolio neerzetten. We willen hier toegang tot. Dit is de website. En de gedachte is dus dat wij zijn van de kant gekomen. En we hebben disciple.org, mijn collega Bas Kaptein en ik hebben disciple.org hebben we gewoon geclaimd. En we hebben die website overheid getrokken op een WordPress. En we doen niet overheid.nl-disciple, we doen ook niet ictu.nl-disciple. Dit is van niemand en van iedereen. En als dit succesvol wordt, dan is de stichting ICTU houdt op te bestaan. Want praktisch, wat wij nu aan het vlot trekken zijn, dat past binnen de huidige statuten van ICTU, past dat niet. En dat is ook een beetje het gevecht waar we nu middenin zitten. Sterker nog, ik moet een gesprek voeren over welke juridische constructie is nodig om dit vlot te houden. Nee, maar even los daarvan. Hè. Dus, maar het gaat er even om dat we van de kant zijn, dat we in beweging zijn, dat we onderweg zijn. En het gesprek doe je onderweg en niet vooraf. En ik vraag ook vergiffenis achteraf in plaats van de toestemming vooraf. Dit is belangrijk. Smart data sources. Wij geloven heel erg in die intelligentie van technologie, distributed ledger technologie. En of dat blockchain is, het zal even om achterkant roesten. Want dat is niet zo vreselijk relevant. Het gaat om die gedistribueerde werkelijkheid, integriteit van netwerktechnologie, enkelvoudige informatie, beveiliging. Daar gaat het om. En de rest is gekletst in de ronde en dat draagt niet zo heel vreselijk veel bij. Privacy, legal is niet onbelangrijk. Want kijk, wij zijn overheid. Ik weet niet wat er in die andere zalen gebeurt. Wij zijn geen bedrijf. Dus doe nou niet alsof wij een bedrijf zijn. Want die rechtsstaat, die bestuursrechtelijke logica, die rechtsverhouding is niet vrij. Als jij je misdraagt, mogen wij je opsluiten. Ja, beter gaan we daar zorgvuldig mee om. En iets van solidariteit. Dat zijn allemaal karakteristieken die de publieke dienstverlening nadrukkelijk anders maken dan de willekeurige dienstverlening in die private partij. En dat moeten we maar bij herhaling nadrukkelijk blijven begrijpen. Oké. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben op die website, vind je linksboven, rechtsboven in dit geval. Inmiddels staat hier ook een whitepaper tussen. GitHub. Wij hebben gewoon een GitHub-overheid getrokken. Waar we niks anders doen dan leentje buur spelen bij wat er allemaal gebeurt. En waar we onze eigen code repository onderhouden. Of waar we voorktrekken van de bestaande code repository. En eigenlijk iedereen uitnodigen. Als jij aan het coderen bent, ga vooral je heilige gang. Wij gaan ons er niet mee bemoeien. Anders dan dat we je willen stimuleren, katalyseren, adviseren en et cetera. Maar als het zinvol is, gaan we daar die hergebruik van maken. En gaan we dat met elkaar in een soort community bij elkaar brengen. In de overtuiging. Als dit voldoende kritische massa krijgt, dan kantelt die vanzelf. En is die vendolk in waar iedereen nu heel veel hoofdpijn van heeft, die is vanzelf voorbij. Nou, hier hebben we een labomgeving bij. Je kan bij mij kan je nu bellen.
En dan krijg je een VPN-key van mij. Dan krijg je een virtual private network, een beveiligde verbinding naar een veilige haven binnen de overheid om te gaan experimenteren. Dus niet in de cloud, in de zure of weet ik waar dat staat, ergens in het buitenland of onduidelijk. Of op je desktop onder je bureau. Maar wij kunnen je helpen om in veilige haven te zijn, zodat de demonstraties van proof of concepten die je hebt ook bij ons kunnen vlotgordeld worden. Open source, compromisloos open source. Hier staat 2 meter 105 kilo. En als je niet compromisloos open source is, kom je bij mij de bibliotheek niet in. Zo plat is die. En we hanteren een vrij radicale GPL versie 3 licentie. Dat verplicht jou als je 1 letter code verbetert om die ook terug te voeden aan de community. En dat is ons vertrekpunt. En waarom? Wij willen dit glazen niet. Een of ander raar voorstel in de Eerste Kamer om een open overheid te zijn. Wacht even, wij zijn die overheid, wij willen open zijn. Maar blijkbaar is dat bijzonder, dan moet je dat afdwingen in de Eerste Kamer. En gaat de Algemene Bestuursdienst Rijk met een of andere topconsult een waanzinnig verhaal zitten houden waarom we dit niet willen. He, waar allerlei departementen, politiek, bestuurlijk, et cetera. Maar het is kost geld, het is duur en het is allemaal ingewikkeld. Nou, dat willen wij niet. Dus dit doen wij om dit te voorkomen. Want ik wil niet de wet die ik ga regelen. He, maar ik moet iets doen zodat die wet niet nodig is. En Rattenau is genoemd. Ik weet niet of het genoemd is. Maar bestuurders maken graag goede sier met Rattenau. Nou, daarom zeg ik, naast compromisloos open source zijn we ook radicaal transparant. En dat betekent dus als er ergens een algoritme in een systeem zit, of als er ergens een firmware upgrade komt van een of ander apparaat waar een stukje publieke dienstverlening op komt en de release loads zijn die sluiten, dat ik wel ergens een bibliotheek wil hebben waar ik precies kan zien wat daar gebeurt. He, dus wij moeten met name die ethische vraagstukken. Ik krijg echt hoofdpijn van wat we nu doen. Hè? Echt hoofdpijn. Nu zijn we nog onschuldig met kunstmatige intelligentie bezig. Maar ik weet niet wat jou en mijn kinderen, achterkleinkinderen voor de kiezen krijgen. En ik kijk naar de overheid. Ik werk ook in diezelfde 2 meter, is ook een publieke jongen. Ik wil dat verschil maken. Ik wil dat morele kompas op het juiste tolerantie zetten. En ik wil daar het gesprek over voeren. Hey. Ik ben een hele set kwijt. Ik kom even uit mijn hoofd. Ja, dit is wel schokkend, want dit was ongeveer 1/3. Nee, wat ik wilde jullie laten zien is eigenlijk wat je net voorbij hebt zien komen. Al die use cases, heel veel, eigenlijk allemaal kennen wij. En hebben wij ook in beeld. En wat we willen doen is, wat we eigenlijk op dit moment doen zijn, is dat we eigenlijk alles wat er gebeurt. Laat ik even bij Utrecht beginnen, net kwam dat huisartsboekje voorbij. Ik ben bij Enkelman langs geweest in Amsterdam. En ik weet dat ze einde dit jaar gaan ze op 3 nodes in de infrastructuur in Utrecht gaan ze dat installeren. Ik heb gezegd dat is leuk, maar ik wil dat je 1 node bij mij op het ICTU Lab ook doet. Dan maken we de combinatie ICTU Den Haag, Utrecht, Utrecht. En dan gaan we 1 Ethereum platform doen waarin Utrecht op 5 gevallen met die burgers aan de slag gaat op dat huisartsboekje. En bij succesvolle implementatie kan Utrecht dat gaan opschalen, bijvoorbeeld een kwartaal later, voor de complete doelgroep. En wat ik nog even wilde toevoegen daaraan, is dat Utrecht doet dat ook, omdat de doelgroep die behoefte nodig heeft groter is dan het ambtenarenapparaat wat daarvoor staat opgesteld. Dus het is ook een poging om op de logistiek en de administratie van die schuldhulpverleningszorg die Utrecht biedt, eigenlijk een stukje automatisering te realiseren, waardoor de ambtenarenpopulatie een grotere doelgroep kan bedienen. En hoe gaaf is het als dat dan succesvol wordt geïmplementeerd, dat met hetzelfde gemak waarmee Utrecht in kwartaal 1 volgend jaar aan het opschalen is, dat in Eindhoven, Zuidhoorn en Amsterdam en Kemijtschelen, Maastricht, men 6, 7, 8, 10, zelfde soorten klanten aan de slag gaat op hetzelfde platform. En mind you, met Angelman gesproken, je hebt hem net ook gehoord, wat daar gebeurd wordt aan ontwikkelresultaten is compromisloos open source beschikbaar om niet. En daarmee gaat zo'n use case dus niet opeens voor 1 gemeente succesvol zijn, maar voor 394 min 1 gemeente om niet ook succesvol. En wie kan daar nou tegen zijn? Nou, dat is wat wij beogen met de disciple construct, waardoor elke use case waar wij weet van krijgen, daar melden we ons. We stellen vragen over de privaat-publieke samenwerking, de manier waarop de codelicenties worden gerealiseerd. We adviseren uiteraard in de richting van het open source construct. En waar we elkaar begrijpen, gaan we dat vanuit het gemeenteperspectief. Deze meneer hier van Timeless, hè, met die afvalstoffenapparaatski wat hij vanmiddag liet zien. Het leuke is, als daar nou een app vandaan komt die gewoon op dat platform die logistiek organiseert.
hoe ver weg is het dan als ik burger ben thuis in mijn achtertuin de trein voorbij zie komen en wil weten wanneer de gloortrein voorbij komt. En diezelfde app download en gewoon op basis van mijn eigen geolocatie en op basis van administratie met de juiste privacybescherming voor die partijen die erin zijn geregeld, gewoon toegang krijgt. En hoe gaaf is het nou als hij zijn app doorontwikkelt en gewoon in de App Store, die wij ook bij dat construct beschikbaar hebben, die hij in de App Store gewoon kan releasen en die iedereen kan downloaden. En dat nu is dat nog, ik heb een VPN-key genoemd voor een labomgeving, zodat je toegang moet verschaffen. Maar de volgende fase is dat we volledig open gaan. En dat betekent dus dat ik een VPN-key bied voor een beveiligde omgeving om je eerste verkenningen te doen. En uiteindelijk eindig je dan met een volledig open platform. Want ons concept is dat wij een volledig permissionless publieke blockchain. Dat is waar wij in geloven. En niks anders. Ja. Yep. Anders wordt het een beetje heel wazig. Ja. Oh, die... Ja? Oh. Ja. Ja, ik ben er weer. Oké. Okay. Nou, sorry voor de interruptie. Het past wel een beetje, Oké. Okay. Nee, ik wilde even terug. Dus ik was bij die ethiek. En identiteit is al vaak genoemd. Ik heb RVG genoemd. Het is heel fundamenteel dat we op dat identiteitsvraagstuk, hè, waar je voor natuurlijke persoon, nou, ik hoef het allemaal niet uit te leggen, het is net voldoende gebeurd. Het feit dat de overheid mij een BSN-nummer geeft me een bestaansrecht. Ja, dat is de verkeerde volgorde. Ik was er al voordat die overheid er was, dus dat is raar. En dat ik overheid, ondernemerschap vanuit de Kamer van Koophandel, dat gaat dan over die rechtspersoonkant. Dit is waar we naartoe werken. He, dus dat Self-Sovereign Identity Framework, Christopher Eller voor de mensen die dat kennen. RVG is op dit moment bezig met een betrouwbaar gemakservice die dit doet. Met dezelfde ambitie om in het eind van het jaar te gaan piloten. Sterker nog, ik had het net toch over die 5 mensen in Utrecht waarmee die schuldhulpverlening. Ik heb tegen André de Kok gezegd vanochtend, die ik bij Logisch Event tegenkwam. We gaan gewoon jouw betrouwbaar gemakservice einde van dit jaar koppelen aan die 5 use cases van Utrecht. Dan gaan we dat samen proberen. Dat is wat wij beogen met ons disciple construct. Het is een visie, het is een idee, het is een coöperatie, het is samenwerking, het is een platform, het is een geloof, het is alles en het is tegelijkertijd ook niet grijpbaar. Dus ga ook niet een discussie voeren over wat het wel en wat het niet is, dat doe ik met mijn eigen directieteam wel. Als jouw kamer op de juiste intrinsieke motivatie begrijpt, dan kom je ergens. En ik deze heb ik er speciaal voorbij gezet, hè? Want dit is hem. Dit is in de kern waar het over gaat. En ik wil dat die hele operatie BEP en alles wat er aan belastinggeld door het putje wordt gedouwd, zonder dat er fatsoenlijk resultaat uitkomt, dat moet echt een nek om worden gedraaid. En dat kan op deze manier. Als we hem zijn juiste support geven en als wij hem helpen, al die municipalities zoals hij dit noemde, al die gemeenten, om dat vlot te trekken. Nou, die sla ik maar even over, maar dit kennen we ook iedereen. Hè? Het is voor mij een no-brainer. Elke bestuurder die buiten dit huis zegt dat die AVG compliant is, 25 mei 2018, dan mag je bij mij inleveren. Maar die ga ik vertellen dat het dus niet zo is. En dat dit ook nooit gaat zijn. En als ik jullie vertel dat de Belastingdienst 2 maanden geleden een programmamanager heeft aangesteld die de AVG-compliantie gaat organiseren, dan weet je wel hoe laat het is. Terwijl de oplossing in de hackathon is gebouwd. Er is een team die heeft dit gewoon gedaan. En alles wat er aan gedistribueerde technologie beschikbaar is, heeft hij in een hele mooie mix gecombineerd. Waarmee ik eigenlijk onder de motorkap, by design, de privacybescherming kan organiseren. Kom ik terug tot net. Blockchain technologie, huisartsboekje Utrecht. Ik pak de privacy by design construct van dit team erbij. Ik heb de identiteitsservice van Betrouwbaar Gemak RVG erbij. En ik heb een waanzinnige use case waarin ik die zaken combineer. En had ik niet verteld dat ik die huisartsboekje platformtechnologie kon uitschalen naar 394 min 1 gemeente. Maar wacht, als het voor Utrecht privacy by design geregeld is, dat is voor die andere 394 min 1 gemeente ook geregeld. Dus in plaats dat ik ga proberen AVG compliant te worden in de wanorde die ik nu produceer, kan ik beter iets nieuws gaan doen. Oké. Dit ga ik even snel. Dit is het team wat gewonnen heeft in de hackathon. En het mooie is,
Die jongen Maarten Veldhuis, wat was ook weer? Anyway. Die heeft zijn eigen kennisnetwerk bij elkaar verzameld. Een Israëliet, iemand uit Assen, een Belg, een kan mij schelen wat. Dat is ingevlogen, die hebben een mooie klus gebouwd. En ik heb met André Recht op mijn directeur de prijs uitgedeeld in de hackathonfinale. En zij zijn gewonnen, hebben gewonnen. En niet het accountantsbureau met het investeringsmaatschappij en het IBM-apparaat erachter, wat er met een keiharde business case bezig was. Die waren goede tweede. He, ik disqualificeer dat, ik doe dat een beetje, zet het een beetje tegenover elkaar. Maar Disciple is voor ons deze jongens en niet het bestaande instituten. En ik wil niet op hyperledger binnen een private omgeving, ik wil ook op permissionloos publiek. En wat hebben die jongens gedaan? Want de intellectual property claim die stond al ongeveer op de stoep. Die zijn een stichting gestart. Omdat wat zij als een protocol in het netwerk wil organiseren, om niet beschikbaar te stellen aan het publieke domein. Mij is gevraagd in de Raad van Toezicht te gaan zitten, heb ik gedaan. Dus ik ben de jongens nu aan het, nou ja, in die zin aan het toezien, heet dat geloof ik, op hoe zich dat ontwikkelt. En heel plat betekent het gewoon dat als ik mij identificeer op het netwerk, of ik laat mij als zodanig identificeren, en ik heb een aantal credentials, dan word ik gewoon gecheckt als protocol in het netwerk of ik aan die credentials voldoet. En of dit nou gaat over rolstoelsubsidie of die betaling van het huishoudboekje of een of andere toeslag die ik moet doen of anderszins, dat maakt dus niet uit. Nou, dat komt, dat is wel even aardig. Ze zijn nu een webshop aan het bouwen. Dit gaat in de gemeente Zuidhoorn. In het najaar gaat dat in productie daar. Nou, je voelt hem al aan. Die webshopomgeving en de protocol in het netwerk komt via de codebibliotheek die wij beschikbaar hebben. Gaat die weer. Het wordt een beetje een repeterend karakter. Maar voor 394 min die ene gemeente Zuidhoorn, om niet beschikbaar. En je kunt je voorstellen dat dit steeds aan rijkdom gaat winnen. Hè? Want dat zijn elke keer dezelfde checks die we doen. Nou, als we die data nou op één plek laten en die checks als goed zeg maar protocol in het netwerk zetten. Dit is over die carousel fraude, die laat ik even over. Dit is ook leuk, met de stem-app. We hebben 5 gemeentes die zijn met stem-app bezig. He, ook gewoon op de hackathon mag je dan vrij met democratie aan de slag. En als je dan als gemeente een opdracht geeft om het prototype van de hackathon door te ontwikkelen, dan krijg je een plastic op je meter. Het is ook wel leuk hoe dat gaat. Dus hier hebben 5 gemeentes, jullie hebben dat wellicht gelezen, die moeten dan ter verantwoording op. Het hele beleidsdepartement bij BZK is verschoten van kleur. En ik heb met de blaren van de tong moeten kletsen met de beleidsmedewerker waarvan ik het bestaan niet wist. Maar, hey, maand later. Hij is leuk, hè? Het is mijn stelling, als dit gebeurt, weet ik dat ik goed zit. Dus schroom ook niet om dat schuren op te zoeken. En ook BZK begrijpt heel goed dat dit nodig is. Maar worstelt zo vreselijk met dat voor elkaar boksen. Maar ze snappen dat het zo moet. Dus feel free. Dit is mooi. Dit is zeg maar wat ons betreft ook vanuit overheidsperspectief. Wij proberen dus ICTU ook heel erg zeg maar overheid, markt en wetenschap te combineren. Nou, hier zijn ze vanaf 2007 al bezig. Ja, voor mij is dit wel een beetje het geweten en de lakmoesproef op wat er allemaal gebeurt technologisch. Als ik niet van Johan Paulsen bij TU Delft hoor dat het een beetje klopt, hè, dan ga ik als overheid voor publieke dienstverlening in ieder geval niet die kant op. Dat is gewoon heel plat waar het over gaat. Sorry? Ja. Mijn Satoshi wel. Dit is een plaatje van het huishoudboekje. Daar heb ik net even toegelicht toen die slides er werden bijgezocht. Dit vind ik ook belangrijk. Voor de mensen die dat weten, linked data kennen jullie wellicht. Is een niet onbelangrijke ontwikkeling aan de datakant, die met name in de semantiek, de toegankelijkheid en semantisch web, et cetera. Het lijkt wel alsof er nu blockchain is dat linked data of zo niet meer bestaat. Huh? Dus het is ook een soort waanzin die wij in ieder geval zien. Om al die deskundigheid en intelligentie op dat vlak niet te negeren. En wij gaan nu met OCW aan de slag om op het e-portfolio toetsen en examineren. Eigenlijk een semantische blockchain. Om eens te kijken hoe krijg ik de linked data kennis. En ik had in het begin op die Disciple site smart data sources staan. Nou, dat is waar we naar op zoek zijn. En ik hoor net van dat we met kadastercollega al heel erg hard die kant op kunnen. Dus als we 3 keer knipperen met de ogen, dan hebben we een heel mooi verhaal straks. Nou, gehandicapte parkeerkaart. Kom ik even bij mijn vriend Dennis, hier ook in de zaal. Maar het leukste is, want hoe kom ik nou bij mijn vriend Dennis? Nou, ja, gewoon heel plat. Ga ik even deze eerst doen? Nee, kom ik zo bij. Dennis, ben jij me nog even in de vertraging? Dus dit is in de gemeente, of in de Drechtse steden, hè? Drechtse en maar ook hier geldt weer, heel plat. Ik stel als gemeente parkeerruimte ter beschikking en ik laat het eigenlijk in de vraag-aanbodkant aan de marktpartijen en de behoeftige kant over. En als ik in die protocollen eigenlijk die toetsing op criteria heb, dan kan ik het eigenlijk zelfstandig in de stad laten gebeuren. En het leuke is, dit concept kan ik ook weer in alle andere gemeentes gebruiken. Nou, even snel, Techruption. Dit is het voorbeeld van Ad Croft.
We zijn als ICTU betrokken samen met Rabobank, TNO en alle andere partijen die daarbij zijn, om de self-sovereign identity framework, om dat neer te gaan zetten. En mede vanuit zeg maar, de stakeholdering van de FEG en de identiteitstrack van de business blockchain coalitie, ja, naar echte werkende code te komen op dat self-sovereign identity framework. Nou, wat en why, maar hoe gaan we dat dan doen? We zijn eigenlijk, ze gaan gelijk weer, maakt niet uit. We zijn op 4 schaakborden bezig en dat is als overheid belangrijk. En wat we ons niet moeten veroorloven is dat we ons laten wegzetten als ik op schaakbord 1 aan het schaken ben met een discussie op schaakbord 2. Dus het gaat over technologie. Je ziet het even snel verschijnen, maar goed, het woord verdwijnt. Hier staat technologie, maar dat is niet te lezen. Dus we hebben 1 belangrijk aspect op technologie. We moeten iets met de sociale cohesie doen. Dat gaat over die acceptatie van die schuldhulpverlening, dat vertrouwen realiseren. Dat gaat over die webshop en de acceptatie van vraag, zorg en aanbod bij elkaar brengen. Dit ging over businessprocessen. Dat is gewoon de btw-carouselfraude van de Belastingdienst in een massaal proces fatsoenlijk, effectief en efficiënt organiseren. En als dat allemaal werkt, ja, dan kunnen we misschien democratie gaan doen. Dus wij zijn op al die schaakborden aan het werk, maar die stem-app, als ik nu niet begin aan die stem-app te werken, krijg ik ook nooit de verbetering van die technologie. Dus we gaan eigenlijk, we zijn vanuit ICTU niet voortschrijvend in wat te doen, maar we zijn wel nadrukkelijk bezig om techniek, sociale acceptatie, businessprocessen en democratie in zijn integrale benadering te bekijken en tegelijkertijd zijn individuele ontwikkeling te laten ontstaan. Wat wij toevoegen, is kwaliteitsborging. En het mooiste heb ik voor het laatst bewaard. In september gaan wij eigenlijk een publicatie doen in een soort handboek soldaat, handboek civil servant, handboek publiek-privaat samenwerken. Hoe doe ik nou een open source ontwikkelstraat? Dus als jij in jouw omgeving een privaat-publieke samenwerkingsconstruct op basis van een manifest van 1 A4'tje, in plaats van aanbestedingsbijbels van weet ik hoeveel pagina's. En als je ruzie krijgt, blijft de jurist buiten staan. Dat is de gedachte. Hoe wij eigenlijk, als jij als enkelman gaat zitten committen op de code voor de willekeurige doorontwikkeling, dat de Gitter-bibliotheek, de automatische testen, de codetoets en de integratie en deployment, dat als vanzelf geregeld is. In de publieke omgeving. Dus dat ik niet mijn gesloten vendor lock-in met mijn eigen winkelnering en mijn procesbevrediging aan die kant, maar dat ik een open source ontwikkelstraat heb waarvan iedereen weet hoe die werkt. En elke ontwikkelaar die er wat nuttigs heeft toe te voegen, die voegt dat toe. En wat ontwikkelaars met elkaar oké vinden, dat is dan blijkbaar de werkelijkheid van de ontwikkelstraat. Want dat is hun vak. En nou kom ik bij Dennis. Want het werkt nu al. Ik ben dataverluisteraar op Twitter. Ik heb maar zo'n berichtje nodig om dan kom ik je opzoeken. Heb ik met Dennis ook gedaan. En dan gaan we kijken hoe kan ik nou onder basis van welke criteria is die codeontwikkeling gedaan. Wat is de functionele waarde van wat je daar doet. En hoe kunnen we elkaar helpen. En wat we nu aan het laatste aan doen zijn is dat we eigenlijk dat disciple verhaal. Identiteit. De smart data sources. Gelinkt data, de schaalbaarheid, security. We willen een soort benchmark use case maken. En in dit geval staat er de donorregister. Kan zomaar iets anders kunnen zijn. En we willen een demo setup maken waarin je eigenlijk elke proof of concept die je nu ziet, of die hier vandaag is gepresenteerd, of die je in je omgeving kent, die kan je in de labomgeving gewoon komen bekijken, of die kan je zelf bekijken. En als wij in september deze publicatie hebben staan, dan gaan we een soort coding voor disciple gaan we doen. Elke tweede donderdag van de maand gaan we dagdeel, iedereen die wil coderen, die gaan we in een hok zetten. En hebben we onze maandelijkse mini hackathon om publieke dienstverlening vlot te trekken. Dat was mijn verhaal. Ja.